Nou jongens, we zijn volgens mij geëindigd bij precies wat ik zei van we weten niet hoe lang het gaat duren voordat de onderdelen binnen zijn. Nou, om precies te zijn, zijn we een week verder. En de onderdelen zijn er al. En weet je waarom? Nou, omdat dit eigenlijk vet gangbare onderdelen zijn. Dit wordt vaker vervangen bij Lamborghinis en bij Audi's. Dus er zijn ook eigenlijk meer Audi onderdelen. En daarom konden we de onderdelen zo snel geleverd krijgen. Dikke shout-out naar Kronenburg, die hebben het voor ons geregeld. Jij hebt wel, toch zelf, heb jij de onderzoeken moeten doen naar welke lagen ze allemaal nodig hadden. Maar als het goed is, klopt het allemaal. Precies zijn hebben we eigenlijk alle kogellagers besteld die we nodig hadden. Alle moeren nieuw. Ja, bijvoorbeeld dit is zo'n moer. Die nieuw is. We hebben alle boutjes nieuw. Hier ook weer twee nieuwe moeren. We hebben alle keringen nieuw. Alle kogellagers dus, zoals ik zeg. Daarnaast hebben we ons laten adviseren door een versnellingsbakspecialist om twee grote tandwielen ook te vervangen. Zoals jullie al weten hebben we al laten zien dat deze behoorlijk versleten is. Ook mist er een hapje uit. Waar is dat? Hier. En hij gaf ook aan dat dit eigenlijk gewoon echt een no-go is als je hem hiermee weer in elkaar zet. Je gaat gewoon weer zoveel schade weer aanrichten aan je versnellingsbak als je hiermee gaat rijden. Omdat het ook weer extra slijtage oplevert. Dus die hebben we ook nieuw. Al echt ten alle tijde als de Lambo's eigenlijk lange tijd op circuit hebben gereden of eigenlijk met super veel vermogen hebben gereden, gaat meestal de dropgear set stuk. Dat zijn dus deze tandwielen. Ja, dus die verbindt dan deze weer door met je differentieel. En omdat deze eigenlijk ten alle tijde het meest wordt belast omdat dit de overbrenging geeft, gaat deze ook eigenlijk altijd stuk. De tandwielen op zich waren niet extreem duur. 400 per stuk. Van een stuk ijzer, ja. Het zijn Lamborghini prijzen, we zijn het ondertussen al. Ja, laat even dat zakje zien waarin die kwam. Ja. Nee, die andere, met die Lamborghini logo erop. Ja, dus sommige onderdelen zijn echt duidelijk Audi. En sommige dingen zijn echt duidelijk Lamborghini. Zoals deze bijvoorbeeld. Super grappig. Alleen het zakje is wel 400. Ja. Maar ja, wat me dan wel weer opvalt is dat het wel lang op de plank heb gelegen. Je ziet gewoon dat die tandwielen gewoon een beetje roest hebben. Ja, daar 400 voor, hè, met ja. Roest. Dus ze roest al in de folder, in de magazijn. Oh mijn god. Italiaans, hè? Maar jongens, check dit even. Overal staat gewoon Volkswagen groep op. En ook gewoon op de kogellager staat gewoon alle logo's afgebeeld. Seat, Audi, oftewel van groep. Ja, dus, maar we zijn dus al anderhalf uur bezig met het reinigen van één deel van het differentieel. Ja, pak hem even bij. En ook de lager hebben we vervangen. Van het dekseltje. Dat is deze. Oh, wat is hier mooi schoon geworden, hè? Er zit een nieuwe lager in. Ah, oh, je hoort hem ook gewoon niet. Kijk, zo was hij, hè? Nou, sterker nog, ik kan het wel even laten zien hoe die echt was. Want hij ligt hier op tafel. De lager die heb ik hier inderdaad. Dit is die oude. Nou. Ja, er zit nu natuurlijk geen smering in, hè? Dus er zit geen olie in, maar zo klonk die andere zeker niet dat hij uit de verpakking kwam. Dus hij is behoorlijk versleten. Daarom gaan we ook alle kogellagers doen. De naaldlagers daarentegen zien er gewoon goed uit. We hebben dit laten beoordelen door een versnellingsbak-expert. En ja, ik ben ontzettend blij dat we dat gewoon zo gaan doen. Kijk, we hebben nog nooit een versnellingsbak gereviseerd. Maar de eerste deksel die is een feit. Er zit een nieuwe lager in, nieuwe kering, nieuwe o-ring, nieuwe sealings. Helemaal gesmeerd in de olie, alles schoongemaakt. Dus als de rest van de versnellingsbak zo verloopt, dan zijn we ontzettend blij. Maar we mogen pas juichen als we hem helemaal gereviseerd in elkaar hebben. Daarnaast hebben we ook gewoon 4 liter olie gehad. We gaan hem ook gelijk afvullen als we klaar zijn. Ja man. Wat gaan we nu doen? Zeg het maar, ik denk dat we gewoon die andere kant van het differentieel moeten doen. Dus die, die daar. Oké. Okay. Die zal weer vast een andere methode hebben. Want ja, deze was ook behoorlijk ingewikkeld eigenlijk al. Het is allemaal niet makkelijk. We hebben ook geen persbank om dingen te persen. Dus het is altijd met een doppie slaan, timmeren. Maar het komt goed. Ja, wel met beleid timmeren, jongens. Dus, maar het komt helemaal goed. Ik ga hem erbij pakken. En volgens mij had je ook nog eens de lagers van het vierwielsysteem ook besteld, hè? Klopt, dus die kunnen we ook doen, want dat is namelijk... Hadden we trouwens verteld wat die hele set allemaal bij elkaar heeft gekost? Nog niet. 2200 euro met korting voor de lagers en keringen. Nou, als we het hiermee kunnen fixen, dan zijn we ontzettend blij. Dus, ik geef hem nog één keer een slinger. Duidelijk. Oh ja, en ook hebben we dus
die rubbers nieuw. Die en die. Die twee rubbertjes. Alsof je het al vaker hebt gedaan. Eerlijk gezegd is het echt mijn eerste keer, man. Maar al doende leert men toch, zeggen ze altijd. Voordat we hem uiteraard eraf gaan halen, doe ik altijd vergelijken. En als het goed is, dan een nummers op. Dus dit is dan de 6010. No way. Ik ga gewoon spontaan zweten, man. Dit is niet normaal. Ik denk, laat ik gewoon even kijken wat hier gebeurt. Dit is echt gewoon geen camera truc of wat dan ook. Dit is gewoon echt oprecht. Dit. Wat? En hij is niet dol of zo. Hij is niet dol, want hij gaat erop en hij gaat eraf. Dus kan ik hem aan deze kant vasthouden? No way, jongens. Oké, okay, hij gaat er niet helemaal af. Want je ziet het hangen, je kan hem dus borgen doordat je hem indeukt. Eigenlijk net zoals een aandrijfas. We hebben een nieuwe van deze, toch? Als het goed is hebben we allemaal nieuwe moertjes gekregen, ja. Nou ja, niet gekregen, gekocht. Maar dat je dit gewoon met de hand losdraad dan. Het is gewoon allemaal handvast, jongens. Ja, handbeeld. Laten we hopen dat het schroefdraad gewoon niet beschadigd is, want ja. In principe hebben we het niet nodig, dus we kunnen het weglaten. Maar dan heb je wel een afdekplaatje nodig, want dan heb je gewoon lekkende vloeistof uit je bak. Dat wel. Nee, schroefdraad ziet er gewoon goed uit. Maar dat dit allemaal handvast zit. Hoe kan dat? Geen idee, man. Zit het vast met Loctite straks? Oh ja, 100%. Schroefdraad ziet er goed uit. Maar ja, we gaan hier sowieso nieuwe moeren voor gebruiken. Ja, die kan daar dus niet langs, dus dat betekent dat mijn as die kant op draad moet. Draai die bakken in. We gaan inderdaad even kijken wat die andersom doet. Oh ja. Nou, duidelijk toch? Maar we moeten losmaken. Die gaat los. En dan komt alles deze kant op draad, denk ik. Let's go. Thank you.
is zojuist helemaal geflipt van de camera. Maar de behuizing is geheel schoon. Wij zijn hier ontzettend blij mee hoe schoon het allemaal is geworden. Je kan ook zien waar die precies gerepareerd is. Hier zie je gewoon een las. Hier zie je het laswerk zitten. Dus ja. We gaan het weer in elkaar gaan zetten wat we allemaal hieruit hebben gehad. Dat is een gigantische puzzel. Jullie kunnen het je wel voorstellen. En ja, het zit nu nog een beetje vers in ons geheugen. Dus we gaan dit in elkaar zetten. En dan gaan we verder met de rest. We willen niet gewoon de complete versnelling ook helemaal gedemonteerd in de werkplaats hebben liggen. Dus deze gaan we nu eerst in elkaar zetten. En dan gaan we verder met de andere lagers. Let's go. Nou, Daan, als kunnen we eigenlijk de schade van onderaf zien. Ik wilde eigenlijk zeggen, als je niet de special tool bezit om dit ding op te hangen, dan boor je gewoon gaten in je tafel. Ja, maar ik ben gewoon al flabbergasted gewoon over die moeren die erop zitten. Want kijk hoe dit eruit ziet, jongens. Die heb ik wel nieuw. Ja, die hebben we nieuw, maar hoe die eruit ziet is dat niet normaal. En die lagen zitten er nog wel allemaal in. Oh, kijk hoe dit tandwiel dan is. Nou, die hebben we ook nieuw, hè? Super, jongens. Dus nu, als het ware... Want we dachten dat we die lagen kon je niet zagen van die, of was het van die? Van één van de twee kon je niet zien. Okay. Want we keken dus vanaf de onderkant keek je naar binnen. Mm-hmm. Dus de bedoeling is nu eigenlijk dat je de sandwich plate, met deze komt tussen de twee bakken ingeschroefd, zeg maar, dat je die loshaalt. Mm-hmm. Dus we moeten die even losstollen. En deze weer lostikken. Ja. En dan... Want die lagers die moeten we gaan vervangen, hè? Dat is uiteindelijk waar het om draait. Ja, het is helemaal klaar. Okay. Maar we zouden nog eventueel dit ding op tafel vast kunnen schieten, hè? Eventueel als je zou zeggen van, we doen het. Ja? Terwijl wij dit gaan uitzoeken, onze eerste keer bakrevisie van een Lamborghini. Neem de kijkers even een slok koffie, of... het is avonds, hè? Een biertje, doe even een biertje voor ons, want dit is onze derde dag, hè, dat we hier aan sleutelen. En we zijn super secuur bezig, want als er ergens iets uitvalt, we moeten precies weten waar het vandaan komt. Eerste keer bakrevisie, jongens. Nou, we hebben alles los en het is nu tijd om de sandwich plates los te maken. We zagen wel online dat het special tools vereiste. Die hebben wij natuurlijk weer niet. Het zijn speciale klemmen die hierin komen te zitten met tapendes. Dat je als het ware die sandwich plate gewoon zo afteelt. Ik snap ook wel waarom, want hier zit die ook nog in naaldlagers. Naaldlager, naaldlager. En natuurlijk die hele grote kogelgewrichten. Kogelgewrichten, kogellagers. Wat hier ervan over is, hè? Ja, we missen gewoon een aantal balletjes, man. Dat is toch niet normaal. En dat gewoon niet meer van die gears het beschadigd is geraakt, hè? Bizar. Oftewel, ik denk net op tijd gestopt. Geluk bij een ongeluk. Dus snel die sandwich plate eraf. Ja, hoe snel het ook gaat. En dan komen we zo weer terug.
jongens, we zijn ongeveer 1,5 uur verder. We zijn even naar de bouwmarkt geweest om even alle materialen bij elkaar te halen. En natuurlijk om het zelf te fabriceren. Dit is ons eindresultaat. Tada! De special tool die Lamborghini ons niet heeft gegeven. Gegeven, we hebben niet eens gevraagd. We hebben niet eens besteld. Ja, besef, hè, dat kost gewoon. Ik had even opgezocht zo'n ding, zo'n gereedschap ding. Het heet een. Eigenlijk is de pulley trekker. Een hulptrekker heet dat. Een lager hulptrekker is dat. En dat ding kostte 200 nog wat euro. En ja, zie dit. Dus wat was het? 2 tientjes bij elkaar. Yeah. Een stuk tapend met wat plaatjes en wat ringetjes en dingetjes. 16 euro of zo. Nou, zie hier ons eindresultaat. We moeten hem alleen nog even testen. Dus daar komen we nu bij. Heb je er zin in? Ja, ik hoop dat het gewoon werkt, hè. Ik ga het gewoon voorzichtig aandraaien met de hand. Ik moet het synchroon draaien. Ja, maar even kijken of hij hier los springt. Zoals jullie zagen hebben we toch wel een succesje behaald, hè? Het was niet heel makkelijk, zoals je zag, die 2 platen aan de bovenkant die gingen behoorlijk krom. Maar het is eraf gekomen, we mogen echt trots zijn. Nou, we zijn eindelijk aangekomen met de lagers waar het allemaal om draait. Leuke woordgrap, hè? Waar het allemaal om draait. Snap je hem? We gaan dit allemaal losmaken in busje 4. Nou, zoals jullie weten heb ik met Armstrong ook een ex-circuit auto gekocht, dat is de Murcielago. En als je hem nog niet kent, check hem op zijn YouTube kanaal met Armstrong, want hij bouwt ook lijpe schadeauto's. Maar we voelen ons ook een beetje genaaid, want de versnellingsbak is hoe dan ook al een keer open geweest. Allemaal kopjes kapot gedraaid en et cetera. Maar gelukkig hebben we hem ook weer los. Nu kan het goed is die deksel open en dan nu die lagers eruit. Als het goed is vallen ze er zo uit. Ja. Nou, nog een kwestie van alles reinigen, nieuwe lagers erin, alles in elkaar met nieuwe boutjes. En dan hebben we de moeilijkste gradaties getackled, denk ik. Mogen we wel trots op zijn, de versnellingsbak experts. Dus heb jij nog versnellingsbakwerkzaamheden nodig aan je auto? Contacteer ons en wij zullen het voor je verwezenlijken. Niet. Nou, beste kijkers, welkom terug in de aflevering. Dag 5 dat we met onze versnellingsbak bezig zijn. Jullie zien het goed, we hebben 1 dag overgeslagen, namelijk we hadden geen camera mee. Maar we hebben de toren hebben we in elkaar gezet, samen met de sandwichplate. Hier hebben we nieuwe lagers in gezet en alles natuurlijk vastgezet. Dit waren de lagers die eruit kwamen. Je kan het al zien, er zitten geen balletjes meer in. Zo kwam het eruit. Niet normaal. Maar ja. Het is dag 5. Het draait ook gewoon niet, hè? Dat is toch te gek voor woorden, hè? Wat gaan we vandaag doen? Wij hopen vandaag dan ook echt de versnellingsbak helemaal af te maken. We moeten nog 1 onderdeel compleet reinigen van binnen. En van buiten zit toch heel veel vloeibare verpakking ook op. Maar van binnen is hij ook nog super goor. Daarnaast zijn we ook bezig geweest met de oliepomp. Deze hebben we ook open gehad. Ook helaas zonder camera. Maar we hebben hem helemaal gereinigd. Jullie kunnen ook zien wat voor troep er allemaal uitkwam. Dit zijn de 4 boutjes waar er mee vast zit. Dus als het goed is gaan we vandaag dan ook helemaal in elkaar zetten. En is het een afgesloten hoofdstuk. Ik hoop dat we genoeg foto's hebben gemaakt. En dat ons geheugen ons niet in de steek laat. En dan moet het gewoon goed komen. Dus waar gaan we mee verder? Het schoonmaakproces. Het schoonmaakproces inderdaad. Deze is geheel gereinigd, die is klaar. Deze moet nog schoongemaakt worden zoals ik net zei. Vies. Dus jongens, een goede tip. Als jij je versnellingsbak schoonmaakt en er komt echt gigantisch grijze olie uit, een beetje schraap, zo et cetera, maak gewoon je eigen versnellingsbak open. Nou ja, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Want je moet namelijk wel je versnellingsbak uitbouwen eerst. Maar ik zou even een kijkje nemen, want dat kan je heel veel kosten besparen. Als wij hiermee hadden doorgereden, dan was het wel extreem veel schade geweest. Want dan was alles in de soep gedraaid, daadwerkelijk alles. En dan hadden we echt een nieuwe versnellingsbak moeten kopen.
Maar zo hebben we hopelijk de kosten kunnen drukken. En ja, heeft dus wel 5 dagen werk gekost. Maar ja, dan heb je wel weer werk in de versnellingsbak. En hebben wij een mega dikke ervaring weer opgedaan door aan een Lambo versnellingsbak te werken. Dus heb jij een versnellingsbak van de Lambo waaraan gewerkt moet worden? Benader ons gewoon, wij kunnen je alle tips geven. En ja, breng hem gewoon langs. Ja, wij kunnen hem misschien wel gewoon voor je maken. En daar mogen we best trots op zijn. Gewoon een mooie dag. Koffie naar binnen gegooid, laten we gewoon lekker beginnen. En, werkzaamheden verricht. Alles is picobello, schoon van binnen en van buiten, ontvet. Ik denk dat het gewoon tijd is dat we hem in elkaar gaan zetten. Daarnaast hebben we natuurlijk alle oliekanalen die in de versnellingsbak zitten doorgespoten met remreiniger en met lucht. Ze zijn helemaal schoon. Ik kijk er ontzettend naar uit om dat ding in elkaar te zetten. Ik denk dat we eerst de oliepomp weer terug gaan monteren. En als we dat hebben gedaan, zetten we de oliefilter er weer in. En dan kunnen we hem gewoon stapsgewijs weer allemaal op gaan bouwen. En als het goed is, hebben we over een paar uur weer een versnellingsbak wat compleet is. En ja, dan gaat de tijd ons leren of we onze werkzaamheden goed hebben verricht. Bij de eerste testrit gaan we kijken of er geen geluiden meer uit de bak komen. Ik denk van niet. Als we de lagen zo hebben kunnen beoordelen, ja, dan is het ergens ook wel logisch dat er zoveel geluid uit de versnellingsbak kwam. Maar met zo'n almachtige V10 hoor je gewoon niet alles, want ja, er zit zoveel resonantie en zoveel geluid in die auto vanuit de motor en het uitlaatsysteem, dat als de auto eigenlijk een stuk stiller was geweest, dan had je natuurlijk dit allemaal wel gehoord. Maar we zijn er gewoon op tijd bij. Dus ja, ik ben super excited, we gaan een versnellingsbak opbouwen. Let's go! Ja jongens, daar zit ik dan. Ik ben ontzettend blij. Ik mag natuurlijk nog niet te vroeg jagen. Want ja, hij zit nog niet in de Lambo. We hebben nog niet mee gereden. Maar hij draait. Alles doet het. Super nice. We hebben ook mee geschakeld. We hebben een versnelling gezet. Alles lijkt goed te zijn. Maar zoals ik net zei, niet te vroeg jagen. Want je weet het pas als je gaat rijden. Of er bijgeluiden zijn. We komen bij de laatste dingetjes. We hebben nog 1 kering te vervangen. En 2 nieuwe rubbertjes moeten we plaatsen. De kering die gaan we hierin vervangen. Dit is de druklager die op je koppeling drukt. Hier gaan we uiteraard een nieuwe inzetten. Want hij is ook helemaal uitgelubberd. Het is echt natuurlijk door de speling die deze as heeft gehad. Omhoog, omlaag, heen en weer.
is dit gewoon echt een uitgelubberd gaatje. Dus die gaan we gewoon weer helemaal weer vangen en dan is het weer helemaal goed. Twee nieuwe o-ringetjes die hierin komen te zitten. En dan is de job done, jongens. Dag 5. Wat een klus. Maal 2 personen. Ja, 1 cameraman en eentje die daadwerkelijk echt werkt. Is het ons gelukt? Daar komen we dus binnenkort achter. Uiteraard niet in deze aflevering, want het heeft al echt al zoveel tijd gekost. Dus als jij het ziet, hoeveel tijd en moeite hierin zit, zelfs mijn haar is van uitgevallen, doe een duimpje omhoog en vergeet zeker niet te abonneren op ons YouTube kanaal. Want de Lambo, de Honda, die staan binnenkort op verschillende events waar jullie de auto's kunnen zien. Waarschijnlijk ook meerijden. En ja, de Honda is natuurlijk wel iets totaal next level qua vermogen. Daar gaan we ook een hele leuke aflevering over maken. Maar daar gaan we niet te veel over zeggen. We gaan de laatste dingetjes in elkaar zetten. Bakolie afvullen. En dan gaat deze weer naar Kronenburg. Let's go! Daar staan we dan, zonder blauwe handschoentjes aan. Ik moet zeggen, het is gelukt. De versnellingsbak is helemaal afgevuld met olie. Ook hebben we de schakelmechanismen even gemonteerd. Dit onderscheidt natuurlijk van de e-gear of een handschakelde. Hiermee schakel je namelijk, hier zit je schakelkabels op. Maar ja, jullie kennen het van de aflevering. Ken je het nog niet? Er staan 54 afleveringen online van ons schadeherstel van de Lamborghini. Hoe we hem eigenlijk, ik moet zeggen Lamborghini, want ja, er zijn genoeg mensen in de comments die zeggen het Lamborghini is niet goed, maar het is Lamborghini natuurlijk. Dus Kei de C-Rex, niet van een schadeherstel. Het was een gigantisch afgebrande Lambo. Deze hebben we dus uit België vandaan gehaald. Het is een ex-circuitauto geweest, de raceauto. En deze hebben wij weten dus op te knappen met een paar partners van ons. Ben je benieuwd, klik op de playlist en dan rol je er vanzelf helemaal in. 54 afleveringen, kun je wel voorstellen hoe lang we daarmee bezig zijn geweest? Ongeveer 2 jaar. En nu komt dit nog natuurlijk even bij. Dus ja, zoals je ziet, een afgeronde versnellingsbak. We mogen echt trots zijn op onszelf. We hebben elkaar wel echt wel een high five gegeven omdat we het voor elkaar hebben gebracht. En deze ga ik dan ook binnenkort wegbrengen naar Kronenburg. Deze gaan zij dan onder de auto monteren. En dan kunnen we weer rijden. Eerst volgende event, wanneer is dat? Ergens in maart volgens mij, hè? 26 maart. 26 maart. Op TT Assen. Daarvoor moeten we inderdaad al getest hebben, even een rondje hebben gereden. Maar dat komt wel goed, denk ik. Jullie zien ons bij de volgende event. Sterker nog, volgende week vrijdag natuurlijk met een nieuwe aflevering. Was het nou een werkplaatsvlog of gewoon een normale aflevering? Ik ben helemaal in de war. 5 dagen, jongens. Ik zeg, vergeet zeker niet te liken en te abonneren op ons YouTube kanaal. En check zeker onze andere playlisten, want we hebben ook nog een BMW schadeherstel gedaan. Een buggy hebben we gedaan, een Porsche 911 hebben we gedaan. Is genoeg content online. We zien jullie daar. Tot dan. Now I'm in the game, I was on the bench. First I was renting, now I'm collecting rent. First it with the Beamer, now I want the Benz. Spending all the back like here I go again. Outside says it's chirp, not a camera phone. Told you I'ma make, keep the channels on. Why you acting different when the camera's on? Why you acting different like your paper long?